als een financiële instelling naar de overheid loopt voor steun, dat hebben dus ING, de ABN, Aegon en nog een paar anderen gedaan, laten dan de commissarissen. En inderdaad, daaronder was bij ING Wim Kok, onze minister-president, een voortreffelijke man. Maar laat hij dan maar 5 jaar van zijn commissarissenloon inleveren. Als een kleine bijdrage aan de schatkist voor de fouten die hij heeft gemaakt bij het toezicht. We hadden natuurlijk hier in Nederland een paar enorme financiële instellingen, de ABN en de ING. Nou, de ABN is failliet gegaan. ING heeft een heleboel steun van de overheid gekregen. Dat heeft alles bij elkaar heel veel geld gekost en heel veel onzekerheid gecreëerd. Je zoekt naar middelen om te bereiken dat we niet elke 15 of 20 jaar zo'n crisis hebben. Want we zien wat de gevolgen daarvan zijn voor de overheidsschuld, voor de werkloosheid, voor de economische groei die nu al jarenlang helemaal niks voorstelt. En dan vind ik het jammer, zo heb ik hier vandaag op dat congres voor de pensioenbestuurders naar voren gebracht. Ik vind het jammer dat we veel te veel het zoeken in de richting van beter toezicht en meer regels en wat ze dan noemen stresstests. En ik vertel dat die eerdere stresstests vaak genoeg tot komische, tot clowneske uitkomsten leiden. Dexia bijvoorbeeld, vlak voordat het voor de derde keer failliet ging, was er een stresstest die zei er is niks aan de hand. Ik vind het dus allemaal niet serieus. En die toezichthouders die doen ongetwijfeld een boel goed werk, maar die worden altijd weer ingehaald door de advocaten en door de bankiers die beter zijn betaald dan de toezichthouders en die de creativiteit hebben om altijd weer om die regels heen te manoeuvreren. En dus zeg ik, we zouden iets anders kunnen doen. En ik neem als voorbeeld de Amerikaanse belegger Warren Buffett, misschien de grootste belegger van deze eeuw en van de vorige eeuw. Die zegt, we moeten ook een beetje denken aan de rechtvaardigheid. Als een bouwonderneming failliet gaat, dan zijn de bouwvakkers werkloos. Dan zitten ze thuis. Dan komt niet de overheid met een krediet of een overbrugging. Daar wordt gewoon de faillissementswet toegepast. Als een bank omvalt, dat is hier dus gebeurd met ING, met Aegon. Dan komt de overheid, die stort kapitaal. En de bestuurders en de commissarissen, de meesten van, die blijven gewoon zitten. Het leven gaat verder. Warren Buffett zegt, als je dat zo doet, dan zullen ook gewoon gemiddelde mensen die zullen zien, dat is onrechtvaardig. Heb je een meubelbedrijf of een bouwbedrijf of ben je architect, dan ga je kapot en je moet het zelf maar oplossen. En werk je bij zo'n financiële instelling, dan komt opeens de overheid en die gaat helpen nadat je jarenlang rijk bent geworden door te gokken met andermans toevertrouwde gelden. Nou, dus zegt Warren Buffett, laten we dat wat gelijker aanpakken. Laten we zeggen dat de commissarissen maar eens 5 jaar hun commissarissenloon inleveren als hun instelling opeens steun nodig heeft van de overheid. En ik zou dan zeggen, Wim Kok, laat nu een keer zien dat je een echte sociaaldemocraat bent en stort 5 jaar van je commissarissenloon bij ING terug. En dat de leden van de Raad van Bestuur, dat die het voelen, niet alleen in de zin dat het natuurlijk heel gênant is dat je bij de overheid moet aankloppen om geld te vragen, nadat je jarenlang hebt verteld dat de vrije markt en concurrentie het beste recept zijn. Dat moet niet ineens gênant zijn, dat moet ook pijnlijk zijn. En Warren Buffett zegt, laten die mensen maar het voelen tot op een punt dat ze dus echt worden weggevaagd. Dat betekent dus niet een jaar een bevroren salaris of een jaar geen opties, maar dat betekent dus echt weg. En ik denk dat als die regels er zouden zijn, en ik geef in mijn inleiding geef ik technisch aan hoe je dat structureel zou kunnen regelen, dan zullen die banken zich nog wel 10 keer bedenken voordat ze weer gaan gokken met andermans geld. En als je dan zegt, betekent dat in de toekomst kleinere banken, dan zeg ik ja. En onderzoek laat zien dat dat helemaal niet erg is. Kleinere banken zijn net zo nuttig voor het bedrijfsleven buiten de bankensector en voor de hypotheken als grote banken. En betekent dat dan dat we saaie banken krijgen? Ja, natuurlijk krijgen we dan saaiere banken. Misschien weer zoiets als de PostGiro van vroeger. En is dat erg? Het antwoord is, het is veel veiliger en het is helemaal niet erg. Dus de hoofdlijn van mijn betoog is eigenlijk, die euro blijft bestaan. We moeten dus in een wat rustiger wisselkoersklimaat goed nadenken over de toekomst van die financiële sector. Die moet kleiner, die moet veiliger, die moet saaier. En de manier om het te doen is niet meer toezichthouders of meer regels. De manier om het te doen is zeker stellen dat de commissarissen en de bestuurders het op de meest pijnlijke manier voelen wanneer ze weer wild gaan gokken met andermans geld.